Mijn naam is Nicoline Letteboer. Ik ben theologe en godsdienstpsychologe en verantwoordelijk voor de opleiding in de gezondheidszorg en de uitvaartzorg bij Duilertje Care. De glimlach in de zorg. Ik wil u graag wat meer vertellen over de beroepsopleiding uitvaartverzorgende. Een uitvaartverzorgende dient naast kennis, kunde en inzicht ook zijn communicatieve en empathische eigenschappen beter te combineren om zo waarde toe te voegen aan een uitvaart die past in deze tijd. Ik ben Niels Germon, ik ben tenatenpracteur en specialistisch overledene verzorger. Specialistisch overledene verzorger houdt in dat ik problemen oplos voor en tijdens een opbaring. En dat kan van alles zijn, dat kan een restauratie, reconstructie. Dat kan postmortale verschijnselen zijn die door de ontbinding ontstaan. Tijdens deze opleiding leer je echt luisteren naar jezelf, zodat je een ander ook goed kunt begrijpen. Het is niet alleen maar vakkennis en vakvaardigheden en de beroepshouding wat je hier leert. Maar je leert dus een heel stukje meer. En dat is wat mij zo enorm aanspreekt aan deze opleiding. Duilertje Care staat voor de Nieuwtijdse uitvaartverzorger. Een uitvaartverzorger die oog, oor en hart heeft voor de klant. En deze sociale zorgtaak met het volste respect kan uitvoeren. En die daarover ook weet te communiceren. Die visie heeft en initiatief neemt. Die moedig is, zichzelf durft te spiegelen en persoonlijk betrokken is. Die aansluit bij het eigene van de ander. Die weet te motiveren en te onderbouwen. Dat is waar de Duilertje Care uitvaartverzorger voor staat. Mijn naam is Gert Scholten. Ik ben als docent verbonden aan de opleiding Duilertje Care en verantwoordelijk voor het onderdeel spiritualiteit. Nou, als mensen dit woord horen, is het soms meteen al een reden om af te haken, want het is een vaag begrip. Veel mensen gebruiken het in verschillende contexten. Maar het is absoluut niet ongrijpbaar. Kijk naar de betekenis van het woord. Het woord spiritus zit erin. En dat betekent geest. In het Engels is het misschien nog bekender, spirit. En daar heb je meteen de kern te pakken. Spirit, wat geeft jou kracht, energie, warmte? Waar word je blij van? Waar gaat het stromen? Het is onzichtbaar, zoals de wind die je hier overal om je heen hoort. Het is onzichtbaar, maar essentieel. Spiritualiteit, het heeft dus eigenlijk alles met jezelf te maken. De naam van de opleiding, Duilertje Care, dialoog, dat veronderstelt verbinden. Verbinden met elkaar, dialogiseren. En stel je nou toch eens voor, als je vanuit jouw inspiratie, vanuit jouw verbondenheid met de ander, met jezelf, het voor elkaar weet te krijgen, dat je zelfs in de trieste situatie waarin je vaak moet werken, een glimlach kunt toveren op het gezicht van de mensen. We krijgen te maken met gevoelens van verlies, verdriet en rouw. Maar daartegenover staat ook dat elk levensverhaal zijn vreugdes kent. Wij leren in deze opleiding om ook bewust daar recht aan te doen, aan die gevoelens. Met hart en ziel je werkzaamheden uit te kunnen voeren, geeft zin aan mijn bestaan. En dat maakt deze opleiding tot een waardevolle beroepskeuze. Onze leerfilosofie is zodanig dat we starten met de theorie, met colleges. De tweede stap is de gestileerde praktijk. Casus, voorbeelden en opdrachten die de studenten in groepen met elkaar maken en met elkaar bespreken in de groep. De derde stap is de praktijk, waarin opdrachten gerelateerd aan de colleges in de stage moeten worden gedaan en gepresenteerd worden in de colleges daarna. Heel nieuw en verrassend aan deze opleiding is dat je na afronding van de opleiding gelijk aan de slag kan als franchise-nemer. Als franchise-nemer Duilertje Care uitvaartverzorging en zo kun je meewerken aan een nieuwe tijds uitvaartzorg. De beroepsopleiding uitvaartverzorger van Duilertje Care is competentiegericht
en vergelijkbaar met een hbo-werk- en denkniveau. En dat betekent dat er naar vaardigheden wordt gekeken. Vaardigheden die je al eerder hebt eigen gemaakt of nog eigen moet maken. En daarvoor is er veel ruimte in de opleiding voor de praktijk. Naast de excursies en de regiobijeenkomsten is er ook de stage. En de stage, ja, dat is belangrijk. Daarbij doet de student in 12 dagen praktijkervaring op in het uitvaartcentrum Afscheidshuis de Vlindertuin. In deze stage komen ze door middel van opdrachten in aanraking met alle handelingen die nodig zijn voor een uitvaartverzorging en ze doen daar ervaring op. Deze nieuwe vorm van uitvaartverzorger binnen Dialogue Care is uitermate van belang om de student te leren hoe je met mensen omgaat, hoe je met de familie omgaat en hoe je samen de uitvaart vorm gaat geven. Voor de opleiding loop ik mijn stage hier in het Afscheidshuis de Vlindertuin. Tijdens mijn stage heb ik heel wat ervaringen opgedaan. Zeker de warmte en de dankbaarheid van de mensen, daar krijg ik al een hele hoop energie van. De nabestaanden zien jou bijna als familie en zo dichtbij kom je ook bij ze. En dat is heel dankbaar en dat leer je dus ook allemaal tijdens de opleiding. Hun verdriet kan je niet weghalen, maar je kan het wel draaglijker maken. Dialogue Care staat voor de glimlach in de zorg. Wij zetten mensen in beweging. Dat is ons vak en dat is wat ons bezielt.